ben Nel. Ik ben een commandant van het leger van Orange Star. Is dit de eerste keer dat je Advance Wars speelt? Ah, een nieuwe recruit? Dan zal ik je gauw een rondleiding geven. Welkom iedereen bij Advance Wars. Ja, jaren geleden, echt jaren geleden, gooide ik een keer in de Discord. Jongens, zijn er nog suggesties of zijn er nog games? Enige game die ooit werd gesuggereerd was Advance Wars. Maar ja, die game werd letterlijk iedere keer gedelayed. We kregen hem eindelijk verdomme in april 2023, terwijl die volgens mij al 2 jaar eerder had uit moeten komen. Dus ja, ik ben verdomd blij dat de game eindelijk uit is. Dus wat wij gaan doen is, wij gaan de hele collectie door. Wij gaan 1 en 2 doen. Je hebt ook co-op mappen. Misschien ga ik die ooit een keer met Harm doen. Maar voor deze serie doen wij eigenlijk alleen maar de campaign. En je merkt ook al dat deze game niet helemaal fijn is. Deze heeft het probleem wat ik ook maar het Shantae-probleem noem. Vaak wordt de eerste 3 of 4 woorden maar gevoiced-act en daarna niks meer. Daarna is het gewoon stil. Dat is wel een beetje een probleem wat ik heb met deze game. Soms denk je van, oh, ze zijn aan het praten, ik moet mijn bek houden. Nee, ze praten maar voor een paar zinnen, dus soms moet je er gewoon doorheen lullen. Terwijl in sommige situaties je toch maar beter je bek kan houden, want sommige zinnen die ze zeggen zijn soms niet lang genoeg. Nou, vandaag doen we voornamelijk alleen de training. Dus hoe werkt de game, de tutorial, die dingen. In heel veel opzichten is het hetzelfde als Fire Emblem. Alleen een paar dingen. Units met volledig HP doen meer damage dan units met weinig HP. De blauwe range is je movement. De rode range, of de rode blokken, zijn jouw damage. Je kan beperkt worden in de hoeveelheid beweging die je kan doen op basis van bossen en bergen. Ja, dat is het eerlijk gezegd wel zo'n beetje. De rest wordt wel een beetje uitgelegd naar de hand. Een heel leuk detail wat ze in deze game hebben gedaan, wat niet in de oorspronkelijke game zat, is dat ieder level een soort van ring om zich heen heeft. Dat zul je zo meteen wel zien in training 2. In training 1 zag je dat ook al goed. Maar als je heel goed kijkt naar de omheining, zie je karton. Ze proberen nu echt een soort van toybox idee te genereren. Dat dit echt gewoon met, dat je dit doet met kleine speelgoed soldaatjes. Dus dat is op zich wel heel erg, nou, knullig, maar ook heel erg geinig om te zien. Nou, nu krijgen we een beetje uitleg over terrein. Een paar dingen erover. 1. Je hebt steden. Steden genereren geld. Het kost vaak 2 beurten om een stad over te nemen. Het is gebaseerd op je infanterie of je zware infanterie health. Dus heb je 10 AP, dan gaat het 10 punten van de basis af. Heb je 5 AP, gaat er maar 5 punten van je basis af. En dan kan je al nagaan, oké, je hebt er 20, dus het liefst heb je dus hoge HP units die de basis overnemen. Bergen geven bescherming van 4 sterren. Bossen, nou, het staat beschutting, bescherming, beschutting. Bossen geven volgens mij 1 of 2. Basissen geeft volgens mij ook of 2 of 3. En normale, ja, basissen geven 3. Maakt niet uit of ze van jou zijn of van de enemy. Dat maakt geen klote uit. Maar ze kunnen wel op die manier meer dingen, meer dingen doen. Dus het liefst val je enemies aan op de plek waar ze de minste beschutting hebben. Dat zijn wegen en dat zijn oevers. Dat zullen we voor nou niet echt per se zien, maar dat
is wel fijn om rekening mee te houden. Dus het liefst val jij altijd aan vanuit beschutte plekken. En val jij de enemies aan op onbeschutte plekken. Nou ja, als je plekken verovert, kan je ook altijd ervoor kiezen om aan te vallen. Dus dan skip jij het veroveren. Het is niet van, oké, ik sta op deze plek, ik verover hem automatisch. Nee, het is echt een actie die je moet doen. Zorg er wel voor dat als je daar niet doet, dat je soms wel een beetje problemen gaat krijgen met, nou ja, per ongeluk je unit dood laten gaan. Eén truc die heel erg belangrijk is om te leren, is dat je ook gewoon soms kan zeggen van, ik doe niks. Ik laat de enemy naar me toe komen. Want als je weet dat de enemy naar je toe komt, scheelt dat je soms vaak 1 HP of 2 HP van een fight. Want als een low level unit naar je toe komt, kan je beter maar gewoon niet aanvallen. Laat hem zelf maar zichzelf killen. Dat is soms wel het allerbeste om te doen. Nou, dan zitten we op dag 3. Nou ja, soms kan hij zeggen van, hey, weet je wat, ik doe helemaal niks. Dat kan. Oké, een ander iets wat we hier zien. En dit is één groot verschil met Fire Emblem tegenover Advance Wars. Units met dezelfde karakteristieken, exact dezelfde, kunnen samengevoegd worden. Dus infanterie met infanterie, zware infanterie met zware infanterie, tanks met tanks, artillerie met artillerie. Die dingen kunnen met elkaar samengevoegd worden wanneer ze low health zijn. Het werkt niet helemaal fijn. Eén ding waar je rekening mee moet houden is dat een 4 HP unit niet kan fuseren met een 1 HP unit. Ze moeten wel beide lichtelijk beschadigd zijn. Nou, hier krijgen we nog een beetje uitleg over voertuigen. Een van de dingen wat voertuigen uniek maakt in deze game, is dat voertuigen x aantal ammo heeft of munitie. Want je ziet ook, als ik wat langer op een unit blijf staan dan 2 seconden, zie je een paar extra dingen staan. Brandstof, munitie en de andere 2 dingen die we al wisten, health en beschutting. Nou, zonder munitie kan je niet aanvallen en zonder brandstof kan je niet bewegen. Een van de fijnste dingen om dan te hebben voor landunits is een transportvoertuig. In Engels is het een APC. Een All Personal Vehicle. Maar bij ons in de Nederlandse taal is dat gewoon een persoonsvoertuig of een transportvoertuig. Je moet altijd transportvoertuigen maken om een paar redenen. 1. Je kan er infanterie in laten rijden. Dus infanterie heeft niet een hele hoog bereik. Maar wat je wel kan doen, is een zware eenheid in de transportvoertuig te plaatsen, in laten laden. En dan hem helemaal mee te nemen. Je kan wel dus zien hoe goed een transportvoertuig is. Je kan ook een unit inladen en uitladen in dezelfde beurt. Maar het uitladen kost altijd 1 beurt. Dus ook al hadden wij bij wijze van spreken vorige beurt ingeladen, de zware eenheid, dan hadden wij alsnog, dat had alsnog het uitladen 1 beurt gekost. Nou ja, een ander voorbeeld of ander voordeel van het hebben van een transportvoertuig is dat transportvoertuigen redelijk hoge defenses hebben. Dus wat je soms kan doen, is gewoon te zeggen van, hey, ik zet hier een transportvoertuig neer. Jongens, succes. Want een tank komt niet heel snel door een transportvoertuig heen. Want je kan nu wel zien, een tank komt heel makkelijk door een andere tank heen. Maar door een transportvoertuig duurt het wel langer. Dus transportvoertuigen, het is altijd wel handig om een paar transportvoertuigen te hebben. Dus in hele grote lijnen weet je nu hoe Advance Wars werkt. Heel veel van andere dingen komen te zijner tijd wel tegen. Uitleg over hoe bepaalde dingen werken, waar we tegen vechten, uitleg over bepaalde units. Komt allemaal
ik zou zeggen, veel plezier met het kijken van deze serie. En tot de volgende keer. Later.